Gisteravond, even voor 7:30, is er een schietpartij geweest in de Grote Witteburgerstraat. Daarbij is één jongeman om het leven gekomen. Er zijn twee mensen gewond geraakt, waarvan eentje ernstig. Ja, dat is gigantisch heftig natuurlijk, want omdat het een relatief korte tijd een tweede schietincident is. Ja, we zijn natuurlijk nog midden in onderzoek. Ja, wat kun je zeggen over de mate van geweld in zo'n jongerencentrum? Nou ja, laten we zeggen, geweld vooropstaand is natuurlijk altijd grensoverschrijdend. Maar er is nu geschoten een tiental keren in een buurthuis waarbij ook kinderen en anderen aanwezigen waren. Ja, levensgevaarlijk. En we mogen echt in onze handjes knijpen dat er niet nog meer onschuldige mensen geraakt zijn. Ja. Je zei net al eventjes iets over de slachtoffers. Wat kun je daar verder over vertellen? Nou, op dit ogenblik zitten we midden in een rechercheonderzoek. Waar we eigenlijk hulp bij nodig hebben, is degene die overleden is. Dat is de 17-jarige Mohammed. Die is bij ons als politie helemaal niet in beeld. Hij is niet bij ons bekend als zodanig. En we willen graag met mensen in contact komen die hem kennen. Die weten wat hield hem bezig. Met welke mensen ging hij om? Was er misschien sprake van ruzie of een conflict? Dat is voor ons echt hele cruciale informatie. En wat ik ook kan zeggen over de jonge vrouw die gewond is geraakt. Ja, zij stond ook als stagiair. Want Mohammed was ook stagiair, achter de bar en is eigenlijk plotseling geraakt door rondvliegende kogels. En het is maar de vraag of dat een gerichtsschot is geweest, of dat per ongeluk is gegaan. En als laatste, de 19-jarige Gianni, die is behoorlijk gewond geraakt. Hij is vannacht geopereerd, hij is buiten levensgevaar. Maar ja, we willen ook graag weten of er mensen zijn die iets over hem kunnen vertellen. Wat houdt Gianni bezig? Met welke mensen ging hij om? Al dat soort informatie is op dit ogenblik echt van groot belang in het rechercheonderzoek. Je zei net aan het begin van de vorige vraag al even dat de 17-jarige Mohammed bij jullie helemaal niet in beeld is. Betekent dat dan ook dat hij misschien wel onbedoeld slachtoffer is geworden? Ja, dat is misschien nog een beetje te voorbarig om dat nu hard te bestellen. Maar wij hebben absoluut geen zicht wat zijn rol is geweest in dit incident. Wij weten dus niet wat die twee schutters voornemens waren. Die zijn binnengekomen, die hebben mogelijk iets van namen geroepen. En daarmee lijkt het alsof ze specifiek op zoek zijn geweest naar een slachtoffer of slachtoffers. En daarna zijn gaan schieten. Dus het is voor ons wat dat betreft op dit ogenblik nog echt een onduidelijke rol wat die Mohammed heeft gehad. En daar willen we heel graag meer informatie over hebben. Dan het andere slachtoffer, Gianni. Het is de tweede keer een korte periode dat hij gewond raakt. Kunnen we dan aannemen dat hij misschien het beoogde doelwit was? Nou, wat we weten is dat op 23 november van vorig jaar er een schietincident is geweest bij de Olifantenwerf / Leeuwenwerf. Daar is Gianni ook gewond bij geraakt. Dat onderzoek dat is in principe afgerond, want er is ook een verdachte in aangehouden. En toch wordt dat toch weer meegenomen door de recherche om te kijken of de linken zijn met deze zaak. Het is natuurlijk heel opmerkelijk dat iemand dan voor de tweede keer geraakt wordt. En ook dat willen we graag zo diep mogelijk uitzoeken. We zijn natuurlijk op zoek naar die schutters. Daar weten we relatief weinig van. Maar wat we wel weten is dat ze weg zijn gereden. Kennelijk in een zwarte BMW en dan een 1-serie. En dat voertuig hebben we gisteravond rond 10:30 aangetroffen op de Dantenstraat. Dus het zou fantastisch zijn als er mensen zijn met bijvoorbeeld privé camerabeelden, beveiligingsbeelden. Of mensen met een dashcam. Die misschien hetzij in de omgeving van de Grote Witteburgerstraat. Dus tussen 7:30 en 8:30. Of op de Dantenstraat en dan tussen 7:30 en 10:30. Iets hebben gezien, iets hebben opgenomen. Al dat soort informatie is echt heel erg van belang. Ja. Het is natuurlijk al het zoveelste incident in deze wijk. Mensen in de buurt maken zich daar ook heel erg zorgen over. Nou, ik kan me heel goed voorstellen als je daar woont, of als je daar werkt of als je daar komt. Ja, dit raakt ons allemaal. Ik sta hier niet alleen als politieman, ik sta hier ook als vader. Dus het raakt ons allemaal. Ja, en dat is een van de redenen waarom we met zo'n groot rechercheteam zijn opgetuigd. Dan moet u denken aan meer dan 30 rechercheurs, analisten, forensische opsporingsspecialisten. We zijn met een grote groep bezig om deze zaak zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Ja.